Dinsdagavond speelde de A1 een thuiswedstrijd op Sportpark de Toekomst tegen FC Twente A1. Het is slechts 2 dagen na de teleurstelling van de Next Gen finale die verloren ging tegen Inter A1. En de A1 van Ajax deed het dinsdagavond zonder de Sa, Van der Hart en Fischer. De Sa en Fischer begonnen op de bank. Maar de A1 ging goed van start. Het zette vol druk. Hier goed te zien. Uiteindelijk Hens van Klaassen. Maar de A1 kwam goed uit de startblokken. Maar er waren ook wat slordigheden bij de ploeg van Fred Grim. Die duidelijk nog te kampen hadden met de teleurstelling van zondagmiddag. Hier de voorzet die in eigen doel wordt gewerkt via Darren Rosheuvel. En zo staat het al na 8 minuten 1-0 voor FC Twente. Een nieuwe domper dus voor de ploeg van Grim en de Boer. Gravenberg. Schot. Terecht bij Lasic, een van de spelers die meedoet. Vanwege de Next Gen finale. En de snelle uitbraak van FC Twente. Hier aan de bal de spits Mirko Borren. Die wil een voorzet geven, maar die schiet die bal pardoes in de korte hoek. En zo is het 2-0 voor de Tukkers. En lijkt het erop alsof de A1 grote moeite heeft met de omschakeling van de Next Gen finale terug naar de competitie. Maar schijn bedriegt. Want voor rust krijgt de A1 de aansluitingstreffer waar het recht op heeft. Hier Davy Klaassen. Die wordt naar de grond gewerkt door Derek Kwee van FC Twente. En een penalty, zegt de scheidsrechter. Eerder onthield hij de A1 al een penalty nadat Boban Lasic naar de grond werd gewerkt. Nu Stefano Denzewil achter de bal en die schiet hem onberispelijk binnen. 2-1 in de 43e minuut. In de 44e minuut blijft op 1-2 doelpunten maken. Dan is het rust. Peppen de spelers elkaar op. Komen er een paar wissels in. Fischer bijvoorbeeld. De Sa komt in de ploeg. En hier is het Fischer aan de bal. De Deen met de goede actie en het prachtige steekballetje op Lasic. En Lasic prikt de bal in het doel van FC Twente en zo is het 2-2. Goede wedstrijd voor Lasic. Veel dreiging kwam er van hem af en hij zorgt uiteindelijk voor de gelijkmaker in de tweede helft. Maar een knappe actie ook van Victor Fischer. Schoop ook in de ploeg gekomen voor Gravenberg hier. Klaassen die goed doorgaat. Hij stuurt Fischer weg. Fischer heeft een hoogstandje in gedachten. Maar hij schiet de bal naast het doel van FC Twente. Geen 3-2. Maar een stiffie, ja, dat moet je toch proberen. Uiteindelijk wordt het wel 3-2. Hier krijgt Fischer de bal wederom van Klaassen. Fischer. Goeie blok daar van Denzewil. Fischer hier. En daar de voorsprong voor de A1. Bijzonder knap hoe de ploeg van Grim zich terugknokt in deze wedstrijd. Zoals gezegd, 2 dagen hiervoor stonden ze nog in Londen in de finale van de Next Gen. Na een half uur gespeeld te hebben kijken ze tegen een 2-0 achterstand aan. En uiteindelijk buigen ze het om in een voorsprong. Het gaat uiteindelijk ook 4-2 worden. Hier krijgt keeper Wouter Dronkers van FC Twente zijn 2e gele kaart. Na de vermeende overtreding op Leslie de Sa. En de Sa zelf achter de bal zorgt voor de eindstand in de wedstrijd. Een bijzonder knappe 4-2 overwinning van de A1 op FC Twente. Ja, dat is ongelooflijk knap. En, we hebben natuurlijk gisteren de wedstrijd na kunnen bespreken van Inter. En, ja, daar zag je natuurlijk best nog wel de teleurgestelde kopjes van die jongens. Maar al heel snel stonden die kopjes ook weer gericht op de wedstrijd van vandaag, op de wedstrijd van Twente. En ja, ze hadden maar 1 doel en dat was het gevoel wegspelen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, 1,5 lof. Want ik heb wel eens vaker gezegd dat ik trots ben op die jongens, op de prestaties die ze leveren. Maar ik heb nu ook gezegd vandaag dat ze eens in de spiegel moeten kijken en dat ze gewoon ontzettend trots op hunzelf mogen zijn. Dus dat zegt wel wat.